Welkom weer terug bij een nieuwe video. Mijn naam is Hilda en vandaag spelen we weer Mad City Chapter 2. Vandaag laat ik jullie zien hoe jullie bijna de robberies doen. Of ja, de verschillende robberies. Er is alleen maar even de nightclub open, maar ik denk niet dat we daar zomaar in kunnen. Nee. Natuurlijk doen we wel even slippen. Op de verkeerde manier, dat ook. Of gewoon achteruit. Oké, dat gaat ook niet. Eindelijk, ik heb een goede bocht gemaakt. Dat is ook weer in het eerst van mijn leven, hè? Weet je wat ik nu wel gaaf vind? Mad City heeft nu gewoon golven. En ik wil dat die open is. Dat ook. Nee. Oeh. Nieuwe auto's. Deze ken ik niet. Wat fuck is deze? Is dit een mini? Oh, ik klikte bijna op kopen. Ik kan het zeggen, daar kan ik gewoon in. Oh. Oké, ik moet heel even wennen aan de besturing, want het is ook kut. Hey. Het is eigenlijk nu gewoon tijd te verspillen om gewoon te doen van hey, zo moet je dit gaan beroven, maar er is niks open. Wat voor de nachtclub de hele tijd, maar hoe dan? Hoe kan die nachtclub nog steeds open zijn? Dat vraag ik me al af, want hij is al heel lang open. Zelfs voor de opnames al. Dus dat is niet zo fijn. Zou ik toch wel even de nachtclub doen, hè? Oep. Ja, speciaal voor jullie. Lekker tegen bomen aan parkeren. Nou, opeens is het groen. Komt u maar lift. 3, 2, 1 en lopen! 3, 2, 1 en... Shamaniek! 1... Kom, laat mij eruit. Kom. Hè? Huh? De ene keer is het wat anders en de andere keer is het weer van. Het enige wat ik wel stom vind is hè, dat er de hele tijd staat in beeld een soort van GTA ding van you die. Dat is gewoon kut. Dat is gewoon eerlijk. Dat is gewoon kut. De bank is open. Bankie, jankie, jankie. Afslaan en hier is dan de nieuwe huis, de bank. Laten we in ieder geval al snel beginnen, want ik heb geen zin om hier lang te blijven.
Nou, zoals jullie zien hebben we ook een nieuw heksysteem. Een nieuw heksysteem. Alleen het is zo moeilijk. Of eigenlijk mensen vinden... Ik moet dus leren niet te klikken. Fuck. Nee, kut. Ja, maar... Nou, hier moeten we dan met een lift naar beneden. Wel dat ik gewoon weet hoe je dit moet doen. Ja. Ik weet hoe ik dit moet doen. Ja. Ga open. Oh, en met het ook. Jammer. Meneer, ik ben hier. Switch 1 is geactiveerd. Switch 2 is geactiveerd. Alles gaat open. Nu gaan we lekker even hacken in de vans. Hup. Oh, wat lief. Iedereen maakt de deur voor me open. Nee, good luck. Ja, mensen hebben het gedaan. Kom! Die ontdekt! Ik weet niet waarom ik... Zit ik wel goed te lopen? Kut! Nee! Ai. Lekker die land, lekker. Keert lopen. Nee. Oké. We gaan dit om. Ik wou zeggen, dit gaan we heel veilig doen, maar volgens mij heeft Roblox daar even geen zin in om dat even veilig mogelijk te doen. Ja, mensen die hebben al dingen geloot, ja. En dan kom ik hier aan, hè. Ik heb nog helemaal niks. Zakjes komt Bobo ietsje en dan ben ik... Je de Sjaak. Geld, ik wil geld, ik wil geld, geld, geld. Ik wil geld, ik wil geld, ik wil geld, geld, geld. Nog meer geld, nog meer geld, nog meer geld. Nog meer geld, nog meer geld. Kan je eigenlijk deze stelen? Het zal wat zijn, hè? Gewoon een hele grote standbeeld stelen. Zo, dat zal wat zijn. Wauw. We kunnen ook zo naar buiten. Dat is misschien handiger. Een soort van secret escaping. Gewoon hier langs gaan. Snel. Kom op. Wees sneller. Ik kon ook gewoon zo goed met de lift gaan pakken, maar ja. Staat mijn auto er nog? Nee, kut. Oh ja, jawel. Kom. Ik zeg nog maar één ding en dat is adios. Oeh, nou dat was weer een fijne robbery. Ik zie mijn muis even niet. Ja, oké.
Kom op, open. Ice completed. Oeh. Level 30. Goed zo. Au. En nu moet ik even gaan kijken, hè? Waar gaan we nu robberyen? Want dit is eigenlijk wel de eerste robbery die we hebben gedaan. En het is al 10 minuten verder. Piramide. Piramida. Ik ben heel benieuwd naar Piramida. Hoe hij het gaat doen. Oh, oh nee, 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 dat vind ik niet leuk, dat vind ik niet leuk. Gewoon mission escapen. Behalve je dan. Is het hier dan doorheen? Oh. Oh. Ah, Angie. Dat ga je toch niet menen. Van een grote tempel. Ja, dat is het enige wat ik hierover kan zeggen. Moet je hier inspringen? Denk het wel. Mensen die staan... Oh, nee. Ja, één keer ingegaan, altijd ingegaan. Volgens mij zitten we niet in Egypte hoor, pik. Kut. Sorry. Sorry. Nee, nu hebben we ook nog deze achterlijke ballen. Hoe ga ik dood? Hoe?